De leiders van het land hebben vandaag een mondelinge samenzwering gesloten voor het beëindigen van de verdeeldheid onder de diverse bevolkingsgroepen. Deze gedachte werd uitgesproken door zowel president Chandrika Prasad Santokhi als vicepresident Ronnie Brunswijk vandaag bij de viering van de Dag der Marons op het plein van 10 oktober. DNA lid Obed Kanapé, die zich ook schaarde achter de samenzwering, riep op tot eenheid en onderlinge ondersteuning naar een betere toekomst. De Maron-gemeenschap moet negativiteit geen kans geven, anders wordt de groep achtergehouden in hun verdere ontwikkeling. En alle soort faciliteiten, man die ook is het denk je dat hij voor die de, al want kodosan in namu alibi wani leriwi, more bete, en alle voor wie die tien denk je dat hij voor nono en ke wie die tien nono en ke massa vice president denk je wanneer bush konde pikje die tien die, ten akababa bush kopu fieng jou teacher door dat je nono door dat hij voor abatiki. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport haalde aan dat 10 oktober de overwinning van rechtvaardigheid boven onderdrukking markeert. De Maron-gemeenschap moet nu in zijn totaliteit werken aan een versnelde en duurzame ontwikkeling van het binnenland. Dit zal ongetwijfeld moeten geschieden in coöperatie met de andere etniciteiten in Suriname. Waarom? Omdat het duidelijk is dat een moderne ontwikkeling van de Maron-gemeenschap niet met een geïsoleerde benadering kan worden bewerkstelligd. Vice-president Brunswijk zei dat er geen verdeeldheid onder de diverse Maron-gemeenschappen moet bestaan. Anders zal de Maron nooit tot ontwikkeling komen. Het is nu meer dan tijd dat er wordt gewerkt aan de eenheid onder de Maron-gemeenschappen. We maken eenheid idee dat die in die wambus kon de sema. Meke obi die meke eenheid dat wanda. Dat we tjenk ondo en toa foto. Dat we tjenk wadden kwa wu aubaka. Dika jiu kom baka dat deen yen panesi kong. Deen yu stani baala kong. Dat wanka de refio basa. Ma ifu wa basa uzeki zo basa ta sema. U begi wo, begi wi. President Santokhi is ingenomen met de roep voor het vormen van een eenheid. Ook hij is de mening toegedaan dat het pad van eenheid niet mag worden verlaten. A eenheid moest godoro, a eenheid no moest prati. Chim chim tori no prata eenheid. Ma bigitori sao moest do. Lek volko voa kondre, lek volko voa binnenland. Bigitori moest sa, ontwikkelen moest kong, vooruitgaan moest kong. Lek van masra kanapetaki. A historia dape, uka luka historia. Anga, sari fasi. Anga ati en wati, anga krei, ma historia sapsa dape, tek den boensani voa historia, en tjaga fesi. Op 10 oktober wordt de ondertekening herdacht tussen de koloniale overheid en de Okanisi-stam in het jaar 1760. Op deze dag wordt de strijd van de Maron-voorouders tegen onderdrukking en vrijheid herdacht.